Oude Midden-Nederland kan de komende 4 maanden zijn hart ophalen in het Centraal Museum in Utrecht. Een werkelijk waar walhalla. Vol borduursels, couture, waanzinnig mooie kleding. Koningin Maxima is heel erg gul geweest. Een aantal van haar favoriete exemplaren staan hier tentoongesteld. Komt dat zien. Een van de exemplaren die hier staat is deze achter mij, gedragen tijdens Prinsjesdag door koningin Maxima. Geïnspireerd op behangen in Huis ten Bosch. Urenlang handwerk zit erin, borduursels. Het is echt prachtig mooi gemaakt. Ik ben ontroerd. Tijdens de 50ste verjaardag van koning Willem-Alexander droeg Maxima deze jurk. Het mooie is, je kunt er heel dichtbij komen. Dus je ziet elk detail, elk borduursel, elk bloempje, bladwerk, gouddraad, glasparels. Het is echt van een oogverblindende schoonheid. Jan, je komt uit een antiquairsfamilie. Je gaf duidelijk aan dat de zolder van je oma, dat zeg maar de broedplaats is geweest voor je inspiratie. Ga je daar in gedachten nog steeds naar terug? Ja, nee, totaal. Omdat de zolder bij oma is eigenlijk nu mijn hoofd. Dus het is het wat toen daar ontstaan is. Het moment dat je dus in één keer besefte, doordat oma dat zei, dat de dingen die boven op zolder lagen en wat mijn schatten waren, waar je altijd mee kon spelen. Dat oma in één keer zei, die dingen zijn waardeloos. Was voor mij een soort dolk in mijn hart, omdat dat mijn schatten waren. Ja, die magie van dat moment is altijd bij me gebleven. Dus de postzak heeft zo'nzelfde iets in zich. Iets wat in een zekere zin afgedankt was, maar wat uiteindelijk zo'n mooie schoonheid in zich heeft. Omdat al onze post heeft daarin gezeten. Alle liefdesbrieven, alle belastingbrieven, alles positief, negatief, heeft in die zak gezeten. Dus dat vond ik zo mooi en zo poëtisch. En dan heb je dus die postzak, want je geeft hem zelf wel aan. En dan wordt hij vervolgens redelijk goed gepromoot. Wat natuurlijk een heel mooi iets dat het, dus dat het op die manier in één keer gedragen werd. Maar ook door zo'n icoon van Nederland, ja. Was het natuurlijk een hele mooie samenkomst. Achter mij de jurk waarmee Jan Tamino absolute wereldfaam vergaarde. De inhuldigingsjurk uit 2013. De koning! Het bekende koningsblauw. Hij is prachtig, maar niet voor niks. Hij staat wel achter glas. Als jongetje tekende je natuurlijk jurken voor prinsessen en koninginnen. Ja, ja. Dus dat was, en dan was het je zusje of je moeder. En dan, maar dus dat op dat moment in één keer eigenlijk. Het is natuurlijk best surrealistisch moment dat in één keer die. Dat het momentum daar is. Dat het dan in één keer echt is. Ja. Dat het een echt iets is geworden. Ja, het was een heel, is daardoor ook een heel bijzonder en een bizar moment. Je hebt niet alleen voor het Nederlands Koningshuis, ook ondertussen koningin Mathilde van België heeft ook al de weg naar je atelier gevonden. Ja. Merk je dan dat zo'n samenwerking weer heel anders is? Of dat is. Nee, het leuke is aan het vak wat ik mag doen, is dat ieder mens uniek is. Ja. En ieder mens is zo eigen. En alleen al door het lichaam, door de manier waarop ze bewegen. Nou ja, en dat is het feest van op deze manier voor klanten iets mogen maken. Glaskralen zijn dit. Ja, dus de kralen die je op de meeste jurken ziet, zijn glaskralen. En het mooie aan glas is natuurlijk dat het een gewicht met zich meedraagt. En doordat het een gewicht met zich meedraagt, is het natuurlijk. Dus het is op tulle geborduurd, waardoor het wel soepel blijft door de openingen die erin zitten. En hoe zwaar is zo'n jurk dan bijvoorbeeld? Het is een paar kilo. Achter mij een klein gedeelte van de nieuwste collectie van Jan Tamino. Werkelijk waar een snoepwinkel in volle beweging. Het sprankelt, het glittert, het is allemaal beeldschoon. En ik denk dat Maxima hier best gaat slagen.